Heerlijk, het is 6:15. Het zonnetje schijnt. Er is geen regen, het is een blauwe lucht. Het is niet te fris. En ik loop hier lekker door het bos. En even door de hei. Het is op dit moment door de wei. Heerlijk om me voor te bereiden. En heel veel mensen vragen zich af, wat doet Radboud nou ergens morgens vroeg? Nou, ik zal je vertellen, elke ochtend neem ik minimaal 2 uur voor mezelf. Die 2 uur, dat houdt in dat ik ongeveer 1 minuut of 2 mijn tanden poets. Ik ga natuurlijk even naar het toilet. Ik doe me altijd scheren, eventjes, dat kun je wel zien. Ik ben al geschoren. Ik drink een groot glas water, ongeveer 0,5 liter. En daarna loop ik minimaal, nou, een kleine 3 kwartier tot 1 uur. Ik loop dan rustig door. Stap flink door. En ik heb daarvoor mijn hond bij me. En zoals je ziet, daar even kijken. Ja, daar loopt hij. En die heb ik dan bij me. En die zorgt ervoor dat ik behoorlijk veel lichaamsbeweging krijg. Daarna doe ik een aantal oefeningen van Tai Chi. En dan ga ik naar huis. Ik lees dan de krant. 1 digitaal en 1 gewoon in paper. En ik maak ontbijt. Dat bestaat alleen maar uit komkommer, tomaten, avocado en een appel. Ik maak gelijk een grote bak voor mezelf klaar om dat mee te nemen. Ik heb de inbreng van de sinaasappels heb ik verminderd. Vroeger had ik 5 sinaasappels op een dag. Die heb ik teruggebracht naar 1 sinaasappel. Kreeftvoeders ben ik mee gestopt sinds ik van een orthomoleculair dokter die mij 5-jaarlijks onderzoekt, heeft verteld dat een kreeftvoet de leverfunctie vertraagt. Dus dat het beter is om geen kreeftvoets meer te eten. Nou, dan ga ik me aankleden. Doe dan mijn trainingshoedje uit. Dan ga ik me aankleden en dan ga ik op weg. Dus dat is elke morgen eigenlijk een vast ritueel. En nu loop ik door het fantastische bos hier. En wat ga ik vandaag allemaal doen? Mijn agenda is loaded. De eerste afspraak is om 9 uur. En dat heeft te maken met de zaak van mijn zoon. Daarna ga ik even naar Apeldoorn toe. Want mijn zoon heeft aanstaande hemelvaartsdag heeft hij daar een festival. Een zeepkistenfestival waar hij voor de friet mag zorgen. Een pa doet enig dom voorwerk voor hem. Daarna heb ik een afspraak om 12:30 in Bunnik met een grote ondernemer. Die belangrijk is voor de inbreng van de nieuwe wonderpil. Die Radboud vandaag de dag importeert. Nog niet helemaal klaar is. Maar in ieder geval het voorwerk moet nog gebeuren. Daarna moet hij zich voorbereiden op een groot seminar vanmiddag. Met een mannetje of 100 die hier toe mag spreken. En dan vanavond om 8 uur heb ik een private coaching in Rosmalen. Voor de 2e keer met iemand. En dat tegelijkertijd dan ook de laatste keer is. Dus samen met zijn vrouw. Dat is altijd dan beter. De eerste keer alleen, de 2e keer met zijn vrouw. Want uiteindelijk is het altijd zo dat het succes altijd begint met de vrouw. Naast of achter de man. Je kunt zeggen dan ook een partner. Het maakt niet uit als het een vrouwelijke ondernemer is. Moet er wel een man zijn die haar voor staat of naast staat. Dus dan is het vannacht om 2 uur zijn we weer thuis. En dan gaan we lekker naar binnen.